Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeta. En deze keer gaan we kijken naar de tweede vraag van de oefentoets voor HAVO 5 op hoofdstuk 7, 8 en 9. En bij deze vraag gaan we kijken naar glas in loodramen. Dan beginnen we gewoon simpelweg bij vraag 5. En dit is een redelijk straightforward vraag. Glas in loodramen hebben veel te lijden van zure regen. Het lood wordt hierbij aangetast door het aanwezige H+. Stel met behulp van halfreacties de vergelijking van deze redoxreactie op. Nou, de standaard die ik hier altijd bij gebruik, redoxreacties, ik zet oxidator op, ik schrijf reductor op. En daarin ga ik gewoon kijken in tabel 48 in het BINAS welke stoffen er nu precies aanwezig zijn. En dan kan ik zien dat ik als reductor H2O aanwezig heb, dat ik als oxidator H+ aanwezig heb en iets eronder dat ik als reductor lood aanwezig heb. Nu is het zo dat altijd de hoogste oxidator met de laagste reductor reageert op voorwaarde dat ze ver genoeg uit elkaar staan. Als ze te dicht bij elkaar staan krijg je een evenwichtreactie. Hou maar gewoon eventjes aan een bereik van... hoeveel was het ook weer? Sorry, ik moest heel even zoeken. Als het verschil tussen de elektrodepotentialen groter is dan 0,3 volt, dan zal de reactie aflopend zijn. Als het verschil tussen de potentialen kleiner is dan 0,3 volt, dan krijg je een evenwicht. Dus ja, het is een beetje tricky, want we weten natuurlijk allemaal, ik kan de vergelijking al zo opschrijven. We hebben 2H+ plus 2 elektronen wordt H2. En we hebben natuurlijk lood wordt lood 2+ plus 2 elektronen. Maar gaan we kijken naar het potentiaalverschil. Want ik weet dat ze heel dicht tegen elkaar aan liggen. Dan kan ik namelijk de laatste stap doen. Stelt zich hier een evenwicht in of niet? En in dit geval is het zo dat het verschil tussen deze twee 0,19 volt is. Dus er zal een evenwicht instellen. Wat betekent dat de totaalreactie zal zijn 2H+ plus Pb is in evenwicht met H2 en Pb2+. En dat is dus puur vanwege het plusmin 0,3 volt. Volt verschil. Let daar dus goed op. Het kan die laatste paar tienden van punten op je toets gaan schelen. Maar goed, nu ga ik wel gelijk door naar de vervolgstap. Lood reageert ook met zuurstof. Zuurstof is een sterke oxidator als er een zure oplossing zoals regen aanwezig is. Stel met behulp van halfreacties uit BINAS tabel 48 de vergelijking op van de reactie van lood met zuurstof in aanwezigheid met zuur. Nou, ik steek weer gewoon snel mijn standaard oxidatie-reductietabelletje. H2O en lood heb ik er sowieso in staan. En dan hebben we O2 en H2O in het BINAS staan. Dan staat er iets hoger O2 plus 2H+. En nog iets hoger, O2 en 4H+. Met de regel, we kiezen altijd de hoogste oxidator en de laagste reductor, gaan we werken aan het opstellen van de reactievergelijking. O2 met 4H+, met 2 elektronen, wordt omgezet in 2 keer een H2O. En lood wordt omgezet in lood 2+, plus 2 elektronen. Nog steeds erg voor de hand ligt het allemaal. Dus we kunnen gewoon gaan zeggen dat ik hier een fout heb gemaakt. Want hier hadden 4 elektronen moeten staan. Sorry, gelukkig zie ik hem op tijd. Want ik dacht al, iets klopt er niet in mijn ladingen. En dat is het nadeel van sommige reacties zo even uit je hoofd opschrijven. In plaats van ze netjes in je BINAS op te zoeken. Maar goed, we hebben nu 4 elektronen hier en 2 elektronen hier. Dat kunnen we heel simpel oplossen door bij de reactie van het lood alles te verdubbelen. Dat mag gewoon.
Dus we kunnen nu zeggen, als we O2 met 4H+, met 2PB laten reageren, ontstaat er twee keer een H2O en ontstaat er twee keer een lood 2+ ion. Dit was de vraag over glas in loodramen. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat deze uitleg weer verduidelijkend heeft gewerkt. Zo ja, like deze video even, abonneer je op mijn kanaal of druk een keertje op een advertentie, want dat geeft mij toch weer een paar cent. Altijd leuk. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.